De burgemeester van Tiel heeft besloten om boa's uit te rusten met handboeien en dat men de bevoegdheid krijgt om geweld toe te passen als dat nodig mocht zijn. Nou, je ziet dat de boa's, waar ze vroeger vooral alleen parkeerhandhaving deden, ook steeds meer ingezet worden op, in het veiligheidsdomein. Dus bij de horecaavonden, bij grote evenementen, bij groepen jongeren die soms wat lastig kunnen zijn. Dan hebben ze steeds belangrijke taken in het lokale veiligheidsbeleid. En dat is de reden dat we ook moeten kijken van kunnen ze die taken ook goed genoeg blijven uitvoeren. Als aanvulling natuurlijk op de politie. Dus het is niet de bedoeling dat ze alle taken van de politie en ook alle geweldsbevoegdheden van de politie gaan overnemen. Het is eigenlijk een kleine aanvulling op wat ze nu kunnen. En die kleine aanvulling dat is de mogelijkheid tot fouilleren. En de mogelijkheid, als ze dat ze voordoet, dat zal niet vaak zijn, om handboeien in te kunnen zetten. De opsporingsambtenaren krijgen voordat ze worden uitgerust met handboeien en dat men mag fouilleren, een gedegen opleiding. Je kunt je voorstellen dat het heel vervelend is als je een groep jongeren aanhoudt die heel veel overlast veroorzaken in het horecacentrum. En je kunt ze vervolgens niet vasthouden totdat de politie er komt. Ja, dan word je in je taak eigenlijk niet meer serieus genomen. En daar is het wel voor bedoeld. Worden boa's de nieuwe wijkagenten? Nou, wat mij betreft zou het voorlopig hier echt wel toe beperkt moeten blijven. Omdat, nogmaals, ik vind het onderscheid, ik heb hier ook lang over nagedacht. Ik vind het onderscheid tussen politie en boa's blijf ik heel erg belangrijk vinden. Boa's hebben ook nog een beetje een soort taak van gastheer in de stad. Om mensen verder te helpen die vragen hebben, et cetera. Dus dat onderscheid tussen politie en boa's moet er echt, vind ik, wel blijven.